Maar zo erg is het niet, joh. Dames en heren. Ons Bergen is gestorven. Ons Bergen is gestorven. Doe die allemaal mee alsjeblieft. Ons Bergen is gestorven. Ons Bergen is gestorven. En wie is deze zo bereid van de nacht van al die narigheid? En wie is deze zo bereid van burgemeester van Oud-Oosterhout, heet ik u allen van harte welkom. Welkom ook mijn wethouder van vermaak, de heer Robin van der Helle. Die zal zo wat over het vermaak in Oosterhout vertellen. De harmonie, daar zijn we ontzettend blij mee dat jullie er weer zijn. Elk jaar weer prachtige muziek en daar gaan we straks van genieten. Jullie uiteraard ook van harte welkom. Jeroen van der Bos, de suikerbakker. Van harte de straatmuzikanten die ons net een heel uur lang of anderhalf uur lang hebben vermaakt al. Met prachtige liedjes. Allemaal welkom. Vanuit het gemeentebestuur van Oud-Oosterhout gaat onze dank en waardering ook uit naar alle burgers van Oud-Oosterhout. De burgers die de tuin doen hier. De burgers die de huisjes maken. De rondleiders, de gastheren, gastvrouwen. Het museumonderhoud, de museuminrichting, de expo-groep en de hele groep die deze dag weer heeft georganiseerd. Wij zijn naar de toneelzolder geweest, want wij
leggen altijd onze kleren op de toneelzolder en die mogen andere mensen dan ook gebruiken. En wij zijn ontzettend dankbaar dat de toneelzolder ons voor vooroorlogse prijzen deze kostuums heeft geleend. We hebben plannen om een sluizencomplex aan te leggen. We willen de trein wat verder de tuin in laten lopen. Een groot speeltoestel, misschien op het midden van het grasveld. Dan kan je vanuit, kunnen ouders vanuit de serre kunnen hun kinderen in de gaten houden als die daar spelen. De Vlaamse schuur moet weer heringericht worden. En wij gaan in de zomervakantie op de vrijdag open. Ik wou het eventjes hierbij laten voor wat betreft het verleden en de toekomst. Want vandaag staat in het teken van vermaak. En onze wethouder van vermaak, die ik net al heb aangekondigd, die wil u daar graag het een en ander over vertellen. En wij zijn ook heel benieuwd wat het precies inhoudt. Dus ik geef graag het woord aan de heer Robin van der Helm, wethouder van de gemeente Oosterhout en van vermaak. Ja, goedemiddag. Met dit weer is het volgens mij niet heel erg moeilijk om het thema van vandaag eer aan te doen, vermaak. Maar los daarvan worden jullie ook getrakteerd op een programma met een hele leuke opzet. Wees gerust, ik zal jullie niet vervelen met een heel lang relaas over de historie van vermaak. Maar het is toch wel goed om eventjes te beseffen waar je hier straks doorheen loopt. Een stukje historie dat voor niet iedereen vanzelfsprekend is, helemaal voor de kleintjes onder ons. En als je wil weten waar je heen gaat in de toekomst, is het ook altijd wel goed om te weten waar je vandaan komt. Voor velen van ons, waaronder ik zelf, wellicht niet meer voor te stellen. Maar er was een tijd waarin de kerk ons gedrag nog een beetje dicteerde. En 's avonds in de bar met je vrienden aan de lamp zwaaien, dat was toen uit den boze. Dus vermaak had toen een hele andere strekking. En pas een beetje aan het einde van de 18e eeuw ontstond met toneelkunst. Ontstond er toch wat meer vermaak, vrijelijk vermaak, waar men naartoe kwam. Later, begin 1900, kwamen er heel veel militairen hier, die waren hier gestationeerd. Tussen 1914 en 1918 kreeg men daardoor een idee van jongens, die verborgen kroegetjes die wij hebben. De soort huiskamerbarretjes waar we met ons sigaar en ons borreltje verstopt een gezellige avond hebben. Die veranderen toen echt naar volwassen horeca. Dat waren eigenlijk de grondleggers voor de horeca die wij nu kennen. Eigenlijk vermaak met een hoofdletter V in plaats van de verborgen versie. Tegenwoordig zouden ze het leisure noemen. En zijn ze de klassieke vorm helemaal vergeten, maar ik vind hem wel heel charmant. Als wij hier met onze kinderen doorheen lopen, is het denk ik leuk om ze daar nog eens op te wijzen. Over hetgeen wat voor hun vanzelfsprekend is, dat vroeger een hele andere vorm had. Dat ze ook een beetje weten waar we vandaan komen. En ik wilde Guido eigenlijk verrassen, helemaal in het teken van dat ouderlijk vermaak. Vroeger bij het toneelspel zat er ook een sociaal tintje aan. De arme bevolking die werd nogal eens getrakteerd door de verenigingen op tegoedbonnen voor bonen, rijst, spek. Oftewel er werden zelfs wedstrijden uitgeschreven met als prijs spek en bonen. Dan begrijpt u waar het gezegde vandaan komt. Guido, Maya die heeft al sinds 1880, ja, niet dat ze zo lang al rondloopt, maar sinds 1880 heeft ze voor jou wat bewaard. En dat zijn de spek en bonen. Ziet het er heerlijk uit. Dank je. Ik zou het niet meer proberen, maar misschien kan je ze hier in het museum een plekje geven. Maya die legt straks het programma nog uit, maar ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier. En ook mijn dank naar de vrijwilligers toe. Dan komt nu Maya, niet voor spek en bonen, maar die wil ook nog wat zeggen. Ja, dank u wel. Allereerst de wethouder, hartelijk bedankt voor de aanwezigheid vandaag. Klein bedankje daar tegenover. En ik zag dat u twee kleintjes bij u had. Alsjeblieft. De echte ouderwetse Oosterhoutse kaneelstok. Hiermee is het officiële gedeelte afgelopen. U mag het park in, u mag alles gaan doen. Je mag nog wat drinken. Dus een hele prettige middag gewenst. Tot.
gevaarlijke. Ja, nou hoor, Link. Kijk, jij had er heel veel zitten. Ja. Ik had eigenlijk al beter gerikt, in principe. Maar, ja. Ik wou, men kon er geen tien boven. Nee, ik doe zelf. Hoe zien die gekke dingen eruit? Heb ik gegeven? Wie heb ik gegeven? Ik. Oh, ja, dat mag jij het zeggen. Oh, wie heb ik? Ik pas. Ik Rick. Ben jij een trainer zelf? Nee, ik heb net koffie opgeschreven. Wordt iemand anders van mij? Ik doe hier recht. Doe je recht? Uit. Hè? Uit toch, uit. Wat zeg jij nou? Acht. Acht. Acht slagen. Nee, ik heb het niet. Ik heb het vandaag pas geleerd. Oh, dat ken je dat goed. Ik had hartstikke goed. Nee, ik heb ze nog niet, hoor. Nee, had ze nog niet. Ja, dat ik weet niet. Hè. Ik heb wel een vermoeden, maar... Ewout, mag uit. Wacht even, waar mag je even zeggen wat hij doet? Was het hoef? Klavers. Oh, Klavers. En jij mag wat. Hij speelde met drieën tegen hem. Oh ja. Nou, dat proberen we wel, maar dat lukt niet. Je gaat erin ervaren. Ja. Krijg je genoeg geld? Ik heb geen idee waar ik mee uit moet komen. Geld zelf. Hartstikke goed. Dat is altijd goed, joh. Oh, die heeft hem niet. Die heeft hem niet. Hij komt niet meer. Ja, maar. Ja. Ja. Dat is mazzel. Weet je net? Nee, dat is gewoon kaart. Nee, je hebt die mazzel. Nee, dat is gewoon kunnen kaart. Als je daar in de vat om denkt, dan denk je. Ja. Ik ben zo erg. Ja. Nou, ik heb één dingetje gezegd. Maar jij zijn allemaal. Moet je er niet ophouden? Ja, dat zeg ik. Dus je weet het, hè? Een aantal niet ophouden. Ja. En dan zie je zo weinig van de spullen. Nee, ik heb gemist. Zo was het. Tjonge. Dat is niet op. Adam. Ja, ik wil niet te veel raamlicht hebben. Man. Zo. 194 klosjes, daar kun je bijna niet mee. Zo. Dat je iets kunt doen met... Dat is mooi. Wat maakt u? Een deken. Een dekbed. Een dekbed, ja. Ook mooi. Och, godsdien toch. Dan zit je er weer helemaal naast, hè. En dat zien we als, hè? Ja. Kees! Zo, dan sta ik hier. Ja, dan sta ik hier, hoor. Ja, dat is waar. Je moet mij eigenlijk in drieën meteen. Ja, dat is waar. Ja, dat is voor een week bij jou. Heeft u ook een klein doosje of niet? Dat is een kwijt in noodweer. Ik heb wel een zakje voor u.
Gewoon een plastic zak. Ja. En wij doen niet aan de 10 cent regel. Je moet gewoon zorgen dat er genoeg water in zit, en, zodat het de suiker goed oplost. Oh, ja. En dan verliefelee door te koken verdampt het water en ontstaat de juiste verhouding. Ja, ja. Dat is de achterliggende gedachte. Steeds meer zijn smokkelbaan de grens overbrand. Klein was zijn smokkelboom en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelbaan. Een blonde jonge grens, kom mee, weet trouw zijn plicht als mens. Kijk, ja, dat is een gouden. Net liep ik ook al lang. Oh, dat is een mooie wessel. Ja, ik denk niet dat dat heel handig is. Maar dat is alleen maar om te pesten. Mooi, ik had er een mannetje van morgen. Snoep zoet, hè? Ja. Echt zoet. Het is wel lekker. Huh? Een sluk. Dat was een hond bezig, maar je slukte. Kijk, proost, jongens. Proost. Proost. Andere kant. Wendy. Oh, deze kant. Heb je ook een foto vanuit de hondenkaart? Ik zal het kijken. Ik moest even lachen. Oh, wat er meer bij. Nee, dan is het. Nee, dan is het.